natuurlijk niet of ze slecht of goed zijn. Zegt alleen maar over hun rank. Maar als je gaat kijken naar de mastery levels bijvoorbeeld, we zien 5, 3 level 5 masteries bij Faceswin en maar 1 level 5 mastery bij Team Burnt to Ash. En dat zegt volgens mij ook wel iets aan gewoon hoeveel tijd dat je hebt gestoken in die champion. Ja, en dus ook dat je hem hebt gemasterd en dan ook nog keiveel voor heb gedaan. Keiveel heb. Ja, mee gespeeld. Renekton heeft wel slechte masteries. Renekton zou ook Grasp of the Undying moeten hebben, net zoals Nasus. Als er muziek daar staan, jongens, moet jullie eventjes in de chat zeggen, want dat weet ik nog niet. Of Jeroen niet te zacht staat voor jullie. Anders kan ik hem nog altijd hard zetten. Ja, inderdaad. Blue is late beter en ik denk dat Red een scaling comp heeft ook, dus ze worden ook geoutscaled. Moet eventjes zien, het is zonder meer een mooie match. Ik zeg dat misschien elke match, ja. Maar dit is normaal is het zo'n normaal team, bijvoorbeeld Serald mid of een TF mid. En dan een Miss Fortune bot met een Gangplank. Nee, Gangplank. Oh. Gangplank top en met een Blitzcrank als support. Ik ben eigenlijk gewoon best wel benieuwd dat hij naast ons gaat kunnen stekken. Want als is nou hosting you for one viewers. Hm? Oblivion 1000 is nou hosting you for one viewers. Wij willen Jeroen zijn zwoele stem horen. Nice! Yes! Mijn zwoele stem. Wil je mijn zwoele stem horen? Zijn Belgische stem. Zijn Belgische zwoele stem. Heb ik al gezegd dat jij het heel slecht nadoet, het Belgisch accent? Allee, ik kan toch wel Belgisch praten? Dat is echt heel slecht, maar echt heel slecht. Probeer eens goed ABN te praten, maat. Doe maar. Welk? ABN. ABN. Algemeen bekakt Nederlands. Beschaafd Nederlands, kutje. Nou, wat vind je daarvan? Ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, ja, als je Rotterdam nadeed. Nou, krijg de tyfus. Krijg de tyfus. Nou, krijg de tyfus. Nou, ik kom uit Rotterdam. Zo klinkt het als je Nederlands probeert te praten. In het begin nog geen early. Victor wilt wel graag. Voor een standaard posities. Er wordt wel gepinkt op de relic van Skarner. Shen gaat ervoor. Gevaarlijk door. Als er iemand in die bush had gestaan, was hij mogelijk dood geweest. Ja, iemand hè. Maar vaak Fates. Ze zijn wel heel erg bang voor Fates. Ja, Nasus staat volgens een mij noemt angerst. Die Nederlander Henk of Kees. Nee, ik heet Jurre. Ja, dus momenteel. Goed, racisme, ja. Ik heb iets tegen de naam Jelle. Ja. Eerlijk zeggen. Momenteel heeft de team Faceless. De Faceless Men hebben momenteel 4 wards op de map staan. En Team Burn to Ash maar 2. Dus in principe kan Nautilus vrij safe beginnen aan zijn jungle. Maar omdat. Alle tweede kanten kunnen gewoon. Ja. De wards zijn nu safe wel. Gewoon echt safe, want niet echt wards zijn gezet door de blue team. Het probleem is wel dat de wards nu een langere cooldown hebben, dus dat Skarner een makkelijke tijd gaat hebben om met de ganken straks, aangezien er geen ward coverage is in de lanes op dat moment. Nasus heeft tot nu toe al zijn farm gehit. Oh Jere, ook mooi hoor. Al had ik Rudy of Kurt ook mooi gevonden. Dank je. Wie zegt dat? Exo Hero. Dries. Well. Heet die Dries of Handries? Of Handries, wat? Al Handries, dat is de Franse naam. Die ook al. Dat heb ik nog nooit gehoord. Henri. Ah, Henri. 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 Handries. Ja, Handries. Ja, sorry hoor, maar jullie denken ook dat elke Nederlander Jan heet of Kees. Kees. Kees is de beste naam. Ja, toch?
Trades op top lane. Faceless Hound gaat ervoor. En dan. Ik zie nou in de chat, mijn naam is Koen. Mijn naam is Koen. Ja, Exo Hero. Lol, nee toch? Och. Kijk, top is vooral. Is lekker bezig. Rennington doet hem echt heel erg. Engage op botlane. Double taunt van Shen. Nee, geen double taunt, lol. Ik denk een goede trade voor Team Burnt Ash op dit moment. Xerath valt achter in farm. Xerath heeft nu al een farm achterstand van 10. Jeet, en een Nasus. Zelfs al kan hij niet goed farmen, loopt hij nog best gelijk qua farm. Ja, Nasus loopt gelijk qua farm, niet qua damage, maar. Hij heeft zijn corrupting potions op zichzelf. Ik ga het niet proberen uitspreken. Grapje, eigenlijk ben ik Jean-Pierre Dubois. Ja, ik kan nu de stream niet checken, dus ik weet eigenlijk niet wat er wordt gezegd. Want als ik de stream niet ga checken, dan onderbreekt mijn opname. Moet je ook niet doen. Ik moet de game natuurlijk opnemen voor YouTube. Ik ga zeggen als er iets in de chat gebeurt. Ik ga even het dubbelscherm fixen voor de volgende keer. Daarom, ik heb een dubbelscherm. Ah, handig. Een gank op toplane. Ja, zonde. Zonde, okay. Inderdaad. Gewoon tijdverspilling. Tijdverspilling. Want ze Rector kon gewoon wegrollen. Als hij nou had gewacht en dan zag dat hij had gerold. Ik zie alleen maar iemand van Alpha Black 14 zegt alleen Belg. Hollander. Treedt op top lane. Oh. Face Sound, ja, first blood. Weer al komt hij met first blood. Ook al. Hoek op Shen. Treedt gaat niet verder. Nautilus is nu mid aan het wachten. TP top. Nautilus in. Wordt dat een kill? Dit wordt de eerste kill voor jullie mis te gaan. Op Xerath. En nu komt Xander. Kunnen ze dit omkeren? Ja, dus kunnen ze dit omkeren. Zeker. En Alpha Priester gaat down. En dat is dubbel kill voor Victor. Dubbel kill voor Team Blue. Maar Jurre komt hier naar meer games. Ja, als jij dat graag wil. Nee, dit is een toernooi, Jelle. Dus ja. Exo Hero, kunnen jullie voor de mensen de lenes tegenover elkaar plaatsen? Dan kunnen we far makkelijker... Oh, yo! Ik ga dat meteen doen. Sorry, ik was de hemel vergeten. Kunt je dat doen bij Spectator? Nee. Ah, jawel. Lol. Ik ga dat ook even doen. En voor de rest staat het zo goed, ja. Nou kunnen jullie helemaal de farm volgen. Jelle, hierna komen er nog games. Om 9 uur zijn we terug met een hij andere game. Hij noemt me Jelle. Wat? Ik heb hier Oblivion 1000. Hij noemt me Jelle. Ja, hij is toch Jelle? Oblivion 1000? Of Daniel. In ieder geval, er komen dus nog meer games. Om 9 uur zijn we terug met een andere game. Thanks, Jury. Je bent een schat. No problem, man. Dan is het de green staat team. Staat eigenlijk in tussenstand of zo. De tussenstand staat gewoon meer boven aan het scherm. We staan nu 2-1. En een trade. Israel kan escapen. Oh. Shen gaat nu diep. Zit volgens mij in de problemen. Maar Nautilus is hier voor te ganken. En dit gaat heel moeilijk worden voor Ash. Trash flaert hem weer. Slechte gank. Ze raken weg. Ja, ze raken weg. Ai. De flash van S toch wel. Even mijn geluid iets zachter zetten. Kunnen jullie Jeroen ook gewoon horen. Ik ben wel tevreden eigenlijk voor de progressie die Team Burn to Ash heeft gemaakt in deze game. Want de vorige game van hun, dit is echt helemaal niks. En nu doen ze wel iets. Oh, staat er ergens van de tussenstand en van het toernooi. En ik dacht dat jij Jelle was, Daniel. Dus sorry. Op de brackets. Dan moeten
Dat moeten we nog op YouTube plaatsen. Op de brackets kun je momenteel zien welke teams gisteren hebben gewonnen. Dus Faceless Man staat momenteel 1-0. Team Burn to Ash staat momenteel 0-1. De Creams team staat momenteel 1-0. De Stripes staat momenteel 1-2. En Deadman United staat momenteel 1-1. Nee, ik bedoel qua punten dat zal hebben. Jawel, dat heb ik net allemaal gezegd. Zet Skypar, please. Zet Skypar, please. Jeroen is amper te horen. Ai, ai, ai. Is niet, ik heb Skype harder gezet bij deze. Ik ga even checken of dat bij mij alles te horen is. Huren, zeg eens iets. Ja, hallo. Ja, oké, je bent wel te horen bij mij. Wat kan ik zeggen? Als het goed is, Jeroen, zeg eens wat. Hallo, hallo. Kijk, Jeroen is nou gewoon te horen. Ik geloof ook dat qua muziek ook weer te hard staat. Ik heb weer... Mijn muziek staat nog op en dat is copyright, dus dat ga ik even afzetten. En ik heb niet op de stream gehouden. Wauw. Momenteel 1k gold lead voor Team Burn to Ash. Misschien is het de Ash pick die het maakt bij Team Burn to Ash. Ah, jokes. Jokes. Nee, ik denk dat de Victor pick en de Scarner pick veel beter werken voor het team. Ik bedoel, je ziet Victor nu met een farm lead van 23. En Skarner kan meer gank pressure veroorzaken dan Nautilus. En weer een trade op botlane, alleen gaat hij geen gevolg hebben. Toch gewoon veel damage voor Ezreal. En nu gaan ze in op Renekton. Naast dus is ver weg, though. En de ult van Skarner, en volgens mij ziet Renekton die down gaat. Kijken. Ja, Renekton gaat ja, down. Ja, dat is jammer. Wel een goede gank. Wel jammer dat Skarner die kill heeft genomen. Naast dus zou er in principe veel meer mee kunnen doen. Het zou zijn laning, face misschien makkelijker maken. Ja, makkelijker. Ik ben trouwens even benieuwd om te zien op hoeveel stacks dat die Nasus zit. Nasus zit momenteel op... Zeg maar, als Jeroen nog steeds niet te verstaan is, dan kan ik nog altijd mijn mics achterzetten of jullie geluid moet gewoon harder. Nasus zit momenteel op 123 stacks en dat is toch eigenlijk goed in 10 minuten, zeker om te weten dat hij tegen Renekton speelt. Dus ik denk, in principe, Renekton zou meer pressure moeten kunnen zetten op Nasus. En meer farm denyen, want momenteel heeft Nasus de stacks die hij nodig heeft op 10 minuten. Even kijken hoor, op bot is het, ik vind deze game is veel meer spannender dan van gisteren. Inderdaad. De enemy, de blue team, had gisteren dus keihard verloren tegen het red team. Ik zeg dat maar ook zo even. Dus ja, dit is gewoon een goede comeback hebben ze nou. Ze zijn bijna 2k gold voor. Moet wel even gemeld worden. Oh, wordt dit een. Wordt dit een trade op botlane? Slechte ult. Ult. Niet echt. Jeroen Naas heeft meer aan. Qua free farm en nog een gank dan een kill, schat. Ja, sowieso, maar zijn kill gaat ook helpen, hè. Ik bedoel, Skarner is niet super sterk op kills, dus ik zou die skill toch aan Naas hebben gegeven. Ik heb eventjes. Jou nog harder gezet. Ja, want. Ik krijg ook in mijn MSG te horen dat ik te stil ben. Sorry. Kan gaan roepen. Vindt mijn broer waarschijnlijk niet zo leuk. Woep woep. Nou word ik doof van hem. Het is nu te zien. Team Burn to Ash heeft een gold lead van 1,5k. Gaan ze dit ook omzetten in towers? Gaan ze samenspelen op towers? Nautilus is nu onderweg naar toplane. Ik ben benieuwd wat hij daar gaat doen. Hij gaat gewoon scuttlecrap doen. Beter, want ik denk niet... Jawel, er wordt gepinkt. Gepoept. In de bush. Dus volgens mij... Ja, Nautilus gaat proberen een lane gank te doen op top. En momenteel kan Nasus het niet zien. Dus het is even zien hoe dat dit gaat aflopen. De lane gank hier. En deze meisje maakt het weinig uit. Beide zijn non-snowballing champs. Dat klopt. Ja, maar Nasus loopt achterin zijn lane. Dus hij heeft dan nodig. Ja. Victor is op bot. Victor wordt geengaged. Er wordt geengaged op Victor door Shen. Shen zit nu in de problemen. Moet weglopen. Ondertussen een fight op top. Nasus moet flashen.
En Shen gaat down en op top lane, Nasus. Nasus. Nasus overleeft hem. Nee toch niet. Nee, en nee, de nee, ult nee. van Faceless Hound houdt hem levend. En op bot lane is nog iemand neergegaan. Xerath. Dat had ik niet bij te pakken. Ik heb was naar de top gegaan. Ja, ik ook. Xerath is dus down gegaan. Blue team heeft de Dragon. Op top lane dus. Ik denk dat dit een waardevolle trade is voor... voor... Ik denk dat het een even trade is. En nu... Ze hebben hem in de ult. De lantern van... Ja, en Ashe gaat down. Ja, Ashe down. Door Shen. Ik denk in principe... Een tower is meer waard dan een Drake op dit moment. Dus deze fight was een... goede trade voor... voor Team Burnt, voor Team Faceless Man bedoel ik. Aangezien die tower hun veel meer gaat helpen met hun early game. En Nasus heeft nu niet echt een plaats waar hij veilig is als hij gaat CS'en ver bij de enemy tower. Dan moet hij heel ver weglopen om veilig te zijn. En ik denk dat nu Renekton dus ook heel agressief gaat kunnen spelen op hem. En de blue van Red. Ik zei ze. Ja. Als deze tower ook neergaat, is het heel slecht van Team Burnt Wash. Want dan zijn ze hun gold niet kwijt en ik denk dat hij neer gaat gaan. Nee, ze blijven niet. De tower blijft net levend, maar. Zou het ook beter maar moeten. Ik geloof dat ze net dan toch met de gold iets voor staan. Ja, momenteel. Blijven staan. Ja, een heel klein beetje, maar. Ik denk dat Team Burnt Ash gaat nu veel meer pressure moeten gaan zetten op towers. En gewoon meer pressure überhaupt. Kijk, top. Top, ja, maar weer, Nasus is er niet bij. Skarner gaat voor de trade en Nasus is gewoon niet in de buurt. En die ult helpt dan om hem dichter te krijgen. Maar nog steeds, Nasus is er niet bij en Nasus gaat verder stikken. Dit is gewoon een 1v1, jungler tegen toplaner. Geen gank eigenlijk. Nou, daar komt Nasus, maar dat heeft ze... Het is gewoon veel te laat. En Renekton raakt gewoon weg, zonder problemen. Slechte communicatie. Hele slechte communicatie. Op dat moment someone PM hier in weet. Stunt door Nautilus. Oh, Alpha iemand Preacher heeft me homo. Ik zie dat nou pas. Iemand heeft me PM'd homo. Als ik dat niet in de chat zag... Eerst even van plan, maar ik dacht, nou, dat is sneu. Dank je, Daan. Nasus kan nu responden met de top turret te nemen. Dev je Scanner, weer in enemy jungle. En nu staat Renekton hem daar op te wachten. En nu zit hij in de problemen en hij moet rennen. Maar Renekton komt eraan, Nasus ook. Kan Nasus hem redden? Dat is de vraag. Denk je niet? Zou je wel teruggaan als Scanner zijn? Nasus pakt de kill. Nee. Victor komt de party op joinen en double kill voor Nasus. En dit gaat zijn laning face heel hard helpen. Ja. Dit is, comeback core is nou veel beter, veel sterker tegen Renekton. En als die... Hoek op Shen. Door die... Oh ja, zie het. En ondertussen al een 3k gold lead. 3k gold lead voor Team Burnt Ash. En ze hebben een sterkere late game. Dus ik denk dat dit er niet zo goed uitziet voor... Push them top me. Faces man. En ondertussen al 288 sticks voor Nasus. Nasus wil de top pakken. En ik geloof dat hij daar ook krijgt. Hij krijgt hem volgens mij ook als hij nog één Q kan landen. Zeker. En niks dat Faceless Man nu in de weg ligt. 4k gold lead ondertussen. Nee, Faceless Man. Dat is de andere team. Een Faceless Man. Faceless Man ligt u niks in de weg. En ondertussen een 4k gold ligt. Het ligt niks in de weg. Dat is juist als er als goed gaat. Nee, maar het gaat juist... Faceless Man legt u niks in de weg. TP van Shen op Nautilus. Ja, dat wou ik zeggen, want dat was licht. Ja. Slechte dat play. Is ABN, man. ABN. Nee. Algemeen bekakt Nederlands. Ja, oké, waarschijnlijk algemeen bekakt Nederlands. Ik ben akkoord. Ja, maar wil je een leuk weetje weten? Alle Nederlanders deden vroeger Vlaams praten. Tuurlijk, want die vonden dat veel leuker.
Hoek op Ezreal. Ezreal zit in de problemen. De ult van Ashe mist. En dit zou niet mogen, maar... Een kill? Nee, de flash away van... En Ezreal nu met de reply misschien? Nee, zijn ult zorgt niet voor de finish op Ashe. Net niet. Victor gaat op Xerado. De ultimate, de flash en de pop. Nautilus zit nu in de problemen. Wordt gechased door Skarner en Nasus. Skarner en Nasus zijn heel goed aan het samenwerken. Victor komt er ook aan. In het begin van de game waren Skarner en Nasus slechter aan het samenwerken, maar nu gaat het veel beter en ondertussen Victor op 5 kills. En dit is de game die we gisteren van hun hadden moeten zien. Puxmay is in de call. Nee, sorry, ik... We doen het eventjes nu met z'n tweeën. En wie vraagt dat? YOLO dudes. Vlaamse en Nederlands spraken Duits. Daan. Ja, en ooit... Nein, lieber. En ooit... Schön. En ooit spraken ze Germaans en daarvoor spraken ze al, ja. Ja. Latijn hebben ze hier ook gepraat nog. Ja, wat ik wou zeggen. En ook nog... Italiaans, Romeins, Italiaans, Frans. Ja. Frans hebben ze hier ook gepraat. Ja, dat zeggen we. Ondertussen dus een gank van Skarner op bot. En weer niemand. Allee, Ashe en Triss blijven gewoon verder farmen. En dan moet zijn ult het ervoor zorgen. Shen gaat dat het komt in orde. Maar echt, slechte communicatie. Weer al een gank van Supersnap, maar in principe hun botlane te laat reageert. Want hij had zijn ult daar niet moeten gebruiken als botlane vroeger had gereageerd. Zijn er uren dat eigen staat op de site van wanneer welk team speelt? Dan moeten we eigenlijk, dat is een hele goeie, daar moeten we nog een ding van maken. Maar we willen, dit is nog de voorrondes voor de kwartfinales. En we willen, bij de kwartfinales gaan we meer dingen onthullen, zoals logo's en banners. Want nu zien jullie gewoon een normale banner en een logo. Ik laat er eentje maken door iemand. Dan weet jullie daar. En dan gaan we ook de goede tijd vertellen. En ook doen we daar de brekkers zo goed mogelijk doorsturen. In ieder geval, vanavond om 9 uur is er nog een match. Ja. Ult van Ashe ondertussen. Om 9 uur. Want er is heel veel gevochten tijdens die uitleg. En Ashe pakt Xerath nog. En nu zit Ezreal in de problemen. Nemen. Wel, een Shen ult op Ezreal. Dus hij blijft iets langer leven. Maar wordt gepopt door de ult. En nu zit Shen zelf ook in de problemen. Shen gaat zelf ook down gaan, denk ik. Ja. In de stun. En Shen is dood. Shen is dood. Shen staat nu op 1-3. 7k en... gold lead. Sterkere late game. Dit ziet er heel slecht uit voor Faceless, man. Ik wist niet dat ik moest spelen. Ja, sorry. De volgende keer doen we echt iets beter. Wie wist niet dat hij moest spelen? Wie zegt alles. Dat? Zegt dat Popao dan? Ja. Jij wist dat wel, want ik had u de bracket doorgestuurd, faggot. Lol. En uw team heeft het u ook nog meermaals gezegd. Maar op zich, we moeten wel een betere website of zo maken waar ze dat kunnen vinden. Kan ik ook wel vinden op Dropbox op het moment. De brackets. Dan moeten we gewoon dat een keertje doorsturen. Maar wanneer denk je dat het... In ieder geval, ze doen het beter zonder u. Lekker vriendelijk. Ondertussen die Nasus damage met zijn stacks. En Faceless Man wordt gedestrooid. Helemaal kapot gemaakt. Zo. Laat maar, ik ga het niet eens meer zeggen. Het is gewoon hier te spannend. Hotza. Naast is dood. 10k gold lead ondertussen voor Team Bird to Ashe. En ze zouden dit in principe gewoon moeten enden. Gewoon pushen en enden. Naast staat ondertussen waarschijnlijk ook op 1 miljard sticks. Naast staat op het moment op... Ik was gisteren sub en was de mensen dood gegaan. Op dit moment staat... Naast is op 399 stacks. 399, dat kan beter. Ah. 400 stacks op 20 minuten. Vind ik toch wel mooi. Ja. Gemiddelde is ongeveer 300, dus. Ja, maar ik kom wel beter. Is dat positief? Wat is positief, Daniel? 369 stacks is zeker positief.
Dat mij brengt. En ult op Xerath. En Xerath gaat gewoon one-shot worden. Niks dat hij kan doen. Oeh, ik zag hem. Flank, Nautilus voor de flank? Nee, hij gaat er niet voor. Zit nu zelf misschien in de problemen als hij wordt gezien. Hoek op Ezreal. Oh! Hij gaat diep. Zit alleen, ja, moet wegrennen. Ondertussen Nautilus en Shen voor de flank. Ze kunnen niet eens stress poppen. Zo hard zitten ze achter. Nu dan toch wel. Oh, wel. En is dit de comeback? Ash gaat ook gepopt worden. Wordt dit een double comeback? Kill voor Ezreal. En nu moeten ze pushen voor de tower. Als ze nog in de race willen blijven, moeten ze eigenlijk Baron, vind ik, maar... Doe maar eerst de tower en dan Baron. Te weinig tijd voor Baron, en ze zijn low. En Skarner komt nu. Skarner pakt de trade, en Victor cleant alles op. Triple kill voor Victor. En dat was 2 tegen 5. 2 tegen 5 en Victor pakt een triple kill. Victor wil het voor die Quadra. Maar hij denkt van, toch maar niet. Ze, is dat positief, sub mensen dood? Dan was het, ik weet niet, als Janna hangt vanaf, rest van het team allemaal meer dan 5. Maar jij zei toch niet sub, Io? Jij staat op mee papier van uw team, hè? Op Oblivion 1000 zeg ik, is dat positief? En toen zei ik daarvan dat hij er zei. En, maar hij bedoelde, is dat het subs mensen dood is. Maar degene die zegt dat hij sub is, is geen sub, lol. Ja, maar... Ja, daarom. En naast zit nu in de problemen en je gaat gecatcht worden, maar in principe is dat een waardevolle trade, want het is een tower tegen gewoon zijn leven. En hij kan misschien nog de Ezreal pakken. De Ezreal wordt toch gepopt! Dit zou niet mogen gebeuren. En hij heeft geshutdowned voor 300 gold. Zeker als Ezreal kan is wel een goede champ om te kiten, die zou niet mogen gepakt worden in 1v5 door een Asus. Gisteren wel, dan was ik sub. Papoi. Zucht. Moet je beter communiceren met je kapitein, want het is niet zo. In ieder geval, die slechte communicatie kunnen we ook terugzien in game, want hun ganks worden niet echt goed gecoördineerd. Vaak moeten ze... Moet Super Saiyan de gank resetten door met zijn ult te gebruiken, omdat hij anders geen respawn krijgt. Maar wanneer kunnen ze dit terugzien? Op YouTube, denk je? Jij neemt het nou op? De eerste games van gisteren staat nu op YouTube. En gisteren waren er nogal een aantal problemen met games op YouTube te zetten, omdat er sommige fouten waren gerecord. Maar deze game zou in principe vanavond op YouTube staan. Gewoon... Het heet precies hetzelfde als de Twitch-kanaal, toch? Ja, Dubbelt Gaming. Dubbelt Gaming. Dan kunnen jullie ook terugzien. Echt alles, ook ons kut-commentaar. En kunnen jullie lekker in de comments neerzetten van wat we beter kunnen doen. En Kun je ook gewoon zeggen dat ik een god ben? Je kan ook zeggen dat een kut-Belg is. Je mag het ook. Ik vind het niet erg. Maar we hebben nou 14 live kijkers. Team Burnt Ash zou veel agressiever moeten zijn. Ze geven werkelijk Faceless Men een weg terug in de gold. Ze kunnen terug pressure zetten in hun eigen jungle, terug voor waarzorgen. Ze geven Faceless Men letterlijk een kans om terug te komen. Maar Shen zit nu in de problemen. De Triss Lantern gaat hem redden. Nou, ik geloof en dat die Victor het, en de hoek op Shen. En Shen... De comeback moet echt heel goed dan komen. Want daar komt hij niet meer zomaar. Dat komt inderdaad niet meer zomaar, maar als je ze toegang gaat geven tot hun guild resources, dan zit hij in principe al fout. Net geen hoek op Renekton. Maar ja, ondertussen al 12k gold lead, dus. True, waaronder de spelen is. Zie ik van Archer King 2000. True, waaronder de spelen is. Maar waarschijnlijk heeft hij daarvoor. Ah ja, waarschijnlijk was daar een reactie op iets waar wij zijn. Lol. Ja. Ik weet niet meer op wat. Ik weet niet meer waarop. Ik weet niet meer op wat. Want wij lullen echt zoveel uit de nek. Wij zeggen zoveel. En is ja dan, wordt dit een teamfight? Gaan ze proberen? Ze staan allemaal in dezelfde bush, maar ze staan op een ward.
Ze zitten ook op elkaar te wachten, denk ik. Ze stonden gewoon op hun wacht. Ze hoopten te beten, maar ze staan op hun wacht en dan gaat dat niet werken. En Free Drake voor de Team Burn to Ash. En nu, als Team Burn to Ash ga je nu gewoon rechtstreeks naar Baron. Oftewel moeten ze fighten om hem te contesten, oftewel geven ze hem Free. In beide situaties zou je normaal makkelijk moeten kunnen winnen. Maar 1 Ash basic attack op Renekton is 61 damage, lol. Dat is niks. Als we even gaan kijken naar de goldverdeling, dan zit momenteel de gold lead van Team Burnt Ash vooral in Skarner en Victor. En momenteel een grote fout en Faces en Goud gaat down. Xerath blijft in zijn ultra dat hij in een slechte positie zit. En dit is de opkuis en dit zou moeten zijn endgame. Ja, GG. Burn to Ash, dit zou eens moeten kunnen enden. Ash blijft net levend door de heal. Nasus gaat diep, Nasus gaat diep. Kan hij? Nee, Nasus maybe executed. En ze bekken, ze gaan niet voor de end. Ze hebben 30 seconden om te enden en ze doen het niet. Dit had endgame moeten zijn. Jammer, maar hier hebben ze het gepakt. Split push, slecht uitgespeeld. Ja. Dit had endgame moeten zijn voor Team Burn to Ash. Ze pakken wel objectives op de map, maar niet de juiste. Nexus boven alles, zou ik zeggen. Ik geloof dat ze voor een overkill willen gaan. Beetje zonde, hè? Beetje wraak nemen voor gisteren, maar ik geloof dat er dan uitzien, want ze geven gewoon meer kans voor een comeback. En volgens mij doet Ash doet heel weinig damage. Nasus zit momenteel op 588 sticks. Dat is een one-shot. Mooi aantal. Nee, dat is echt. Dat is nog niet echt de one-shot. Dan moet hij 1000 plus hebben om echt een touw neer te krijgen. Flots. Naast de Homeguard, naast de Homeguard, hij gaat. Zit nu een probleem, ik ga even zien zijn damage: 590, 600, 700. De damage van naast zijn Q is momenteel 838. Op Israël. Geen one-shot inderdaad. Oh. En Nautilus wordt gewoon gedestrooid. Hoe rap de Sam kunnen beursen? Niet normaal. En nu gaan ze dan wel voor de Nexus. Komt hier een fight. De initiate van Shen. Renekton gaat nu diep. Renekton heeft Ash. Verder raakt niet. Renekton probeert bij Victor te raken. Raakt hier niet. Wordt geruld door Skarner. Ze raken hier niet. Ezreal blijft leven, maar wordt achterna gezeten door Nasus en Nasus cleant hem op. En dit is GG Team Burn to Ash. En ze komen mooi terug van hun los gisteren tegen Faceless Man. GG WP. En ook nog ge-ace op laatst. Hier gingen ze echt voor werken dat ze gewoon nog de ace gingen doen. En de rechten speelden ook denk ik veel beter, veel sterker. En ja. Maar ik weet niet wie Bangkok Boy is. Wie? Ik weet niet wie Bangkok Boy is. Maar ik kan wel tussen mijn dingen staan. Het is overduidelijk dat de